Volgende week viert een van 's lands oudste kranten zijn eeuwfeest. 100 jaar geleden, op 7 juni 1888, rolde in Brussel het eerste nummer van het laatste nieuws van de persen. Vandaag is die krant niet meer weg te denken uit het Vlaamse medialandschap. Het laatste nieuws, een van de meest populaire kranten van Vlaanderen, maar ook een van de oudste. Het begon allemaal in de vorige eeuw met Julius Hoste, West-Vlaming van afkomst, maar bekend als een Brusselaar in hart en nieren. Hoste was een militante Vlaamsgezinde en om de Vlaamse zaak te dienen, richtte hij in 1869 de zweep op. De zweep had de bedoeling om de gemoederen wat op te zwepen en dus de gelegenheid om de bewustwording tot stand te brengen. Naar aanleiding van de verkiezingen in 1888 meende vader Hoste met enkele van zijn vrienden dat de tijd gekomen was om een, eigenlijk is het begonnen als een politiek pamflet, maar zeer vlug is het een dagblad geworden en dat is het vertrekpunt van het laatste nieuws. Het laatste nieuws werd de spreekbuis van de liberale en vrijzinnige flaminganten en het medium van het sociaal liberalisme. Het laatste nieuws treedt vanaf het begin voor de algemene stemrecht bijvoorbeeld. Voor de ontvoogding van de minbedeelden. Het was eigenlijk een zeer sociaal voelend blad. In 1912 werd vader Hoste opgevolgd door zijn zoon, een vooraanstaand liberaal die het tot minister zou brengen. Van anticlericalisme was er in het laatste nieuws toen al niet veel meer te merken. Het blad richtte zich op de brede lagen van de bevolking en op alle filosofische stromingen. Ook omdat een militante pers commercieel niet interessant was. Een uitgever is niet in eerste rang een commerçant. Tuurlijk, het blad moet zichzelf bedruipen. Wij menen dat de vrije markteconomie een middel is om de samenleving tot ontplooiing te komen, waarbij dat de mensen ook individueel tot ontplooiing kunnen komen. En dit houdt dus in dat bij het uitgeven van een blad toch een zeer belangrijke dosis idealisme aan verbonden is. En het is niet uit baatzucht dat wij hier in het blad in die richting zijn gegaan. Vandaag heeft het blad een oplage van 304.000 gedrukte exemplaren. Het laatste nieuws vaart een stabiele koers, ook al is de concurrentie scherp. Maar de uitgeversgroep Hoste heeft nooit alle eieren in één mand gelegd. Verscheidene kranten, verscheidene tijdschriften en nu ook medestichter van de commerciële televisie. Door de jaren heen, en dat dacht ik het niet van nu de naoorlogse evolutie, hebben wij steeds belangen gehad of hebben wij steeds zijn we mede-uitgevers geweest van weekbladen, maanbladen. En nu dat de televisie opengesteld is geworden voor de dagbladen, meenden we dat we daar ook in die boot moesten instappen.